De honingbij, die maakt natuurlijk honing. Maar daarnaast is hij een van de belangrijkste verstuivers van landbouwgewassen. Want zonder bestuiving produceren veel gewassen geen vruchten. Samen met de hommel, de wilde bij en de vlinder staat de honingbij aan de basis van 1/3 van de wereldvoedselproductie. In Europa alleen al zijn 4000 verschillende gewassoorten afhankelijk van bestuiving. In Nederland gaat het onder andere om appels, aardbeien, spinazie en courgette. Zonder de bij wordt het voor de groenteboer lastig zijn schappen gevuld te houden. En dat gevaar ligt op de loer door de massale bijensterfte. In de winter van 2011-2012 kwam in Nederland ruim 20% van het aantal honingbijen om tijdens de winterslaap. Daarmee zijn we een van de koplopers van Europa. Als hoofdoorzaak wordt genoemd de varroa-mijt. Een kleine parasiet die bijenkorven binnendringt, ziektes overbrengt en complete volken uitroeit. Daarnaast te weinig biodiversiteit, waardoor bijen niet genoeg stuifmeel kunnen verzamelen. En landbouwgif, dat gebruikt wordt om voor de gewassen schadelijke insecten te verdelgen. Maar tijdens het ophalen van stuifmeel en nectar blijft het gif aan de bij kleven en die neemt het zo weer mee naar de korven, met grote gevolgen voor het bijenvolk. Om de bijensterfte tegen te gaan mogen 3 soorten pesticiden onder de verzamelnaam neonicotinoïden vanaf 1 december nog maar beperkt gebruikt worden. Dat is goed nieuws voor de bijen, zou je zeggen.